Als je nu kiest voor de luchtvaart, voor de luchtvaartopleiding in deze tak, en als de bedrijven nu kiezen om een rol te spelen in elektrisch vliegen, dan hebben ze een prachtig verhaal te vertellen later op het moment dat de elektrische vliegtuigen eigenlijk common good zijn en geïntroduceerd zijn in de luchtvaart. Project Dragonfly is elektrificering van een bestaand vliegtuig. En dat betekent dat we een vliegtuig hebben ontvangen uit de markt. Wat we nu aan het omtunen zijn eigenlijk tot een elektrisch vliegtuig. Nou, Project Dragonfly wordt gedaan omdat we gewoon willen weten hoe het is om een elektrisch vliegtuig te bouwen. Hoe komt zo'n ontwerp nou tot stand? Wat voor ingrediënten komen erbij kijken? Ja, met wie moet je samenwerken om het mogelijk te maken? Welke capabilities moet je gaan ontwikkelen? Wat moet je testen? Ja, en dat is eigenlijk precies de reden waarom we dit doen. En deze uitdagingen onderzoeken we samen met partners, tegelijkertijd ook met onderzoekers en docenten en studenten. Gemiddeld werken er zo'n 15 studenten aan dit project. Nou, een van de belangrijke doelstellingen denk ik, van de hogeschool is dat we opleiden voor de beroepspraktijk. En nou ja, volgens mij kun je dat het beste doen door met die beroepspraktijk ook gezamenlijk projecten te doen. Dus voor ons is het eigenlijk maatgevend dat bij elk project wat we doen, dat in ieder geval ook zijn weg vindt in de beroepspraktijk. En het makkelijkste is om bedrijven daar direct op aan te haken. Ja, Saluki Motors is een bedrijf wat elektrische aandrijflijnen, powertrains, ontwikkelt voor innovatieve toepassingen. Ook voor de Dragonfly en de toepassing in een vliegtuig is dat we dat bij Saluki met een aantal principes die we gepatenteerd hebben een stuk lichter en nog efficiënter en compacter weten te maken. Voor de bedrijven zelf is het ook natuurlijk nog wel een beetje zoeken naar waar kunnen wij nu een rol spelen in dat hele hybride elektrische vliegen. En ik denk dat juist dit soort projecten ook een beetje inzicht geven van waar liggen nu de technologiegebieden waar Nederland dan zich in kan verbeteren, waarin ze als het ware een hoofdrol kunnen spelen op wereldniveau. Nou, het belang van het project is dat we vooral ons gaan ontwikkelen op het gebied van duurzame luchtvaart. De hele wereld heeft te maken met een groot probleem. Het klimaat staat op het spel. En we hebben gewoon een hele generatie van nieuwe engineers nodig die weten hoe ze om moeten gaan met de uitdagingen in mobiliteit. Ja, ik ben bezig geweest met het designen van de engine mount voor de elektrische Dragonfly. Dus waaronder dan de engine mount ontwerpen om deze motor bijvoorbeeld daaraan vast te kunnen maken, zodat het vliegtuig voortgestuurd kan worden. Het belangrijkste aan de engine mount is dus dat het de motor en de batterijen voor het propulsiesysteem aan de rest van het vliegtuig verbonden wordt. Ja, wij zien in de luchtvaart toepassing zien we onze technologie, die dus lichter en compacter en meer rendement heeft, ja, met name in de luchtvaart een heel groot verschil maken. En in Holland, een van de eerste bouwers die in een luchtvaartuig dit toepast. En daar willen we bij zijn. Nederland is toch wel een land wat bepaald heeft op politiek niveau dat ze tot de kopgroep willen behoren in de wereld als het gaat om elektrisch of hybride elektrisch vliegen. Dus daar hebben we natuurlijk veel denkkracht voor nodig. Veel jonge mensen die zich gaan specialiseren op dit onderwerp. En daar hoort natuurlijk in Holland als een van de hoofdrolspelers in Nederland op het gebied van vliegtuig technische opleidingen bij. Dus we zijn eigenlijk best wel blij dat dit soort initiatieven daarin worden genomen. Dus een project als dit stelt ons in staat om onze studenten, maar niet alleen onze studenten, ook onze docenten, te laten participeren in ontwikkelingen die voor de toekomst interessant zijn. Dus daarmee zorgen dat we ons onderwijs eigenlijk continu actueel houden. En daarnaast is het ook gewoon een leuk project.